daar boven stonden, toen had je ook 50 centjes gepakt om die uiteindelijk voor de... In de douche te gebruiken, ja. Ja. Dus dan had je toch munten gepakt? Ja, maar niet om uit te gaan geven, om in de douche te stoppen, omdat ik gewoon wilde douchen. Maar niet om uit te geven voor eigen gebruik, ja. Om spullen van te kopen. Dat lijkt het is wel voor eigen gebruik om de douche warmer te zetten. Nee, ik geef het niet uit aan een derde partij, het blijft in de BV. Het blijft inderdaad in de BV, maar je pakt dan wel weer geld af van de BV. Je was er niet bij. Oeh, iemand is getrapt. Alles. Weet je wat het ook is, Jordi? Wij kwamen van een Dixie-douche waar je een kwartier kon douchen. Oké, ten eerste, je toon lager. Nee. Je zit nu echt met de toon te praten, meid. Ik kan nu ook heel veel gaan reageren. En ik weet dat je dan binnen 3 minuten aan het janken bent. Dat gaat om een douche. Fucking, fucking zielig. Jij bent fucking pathetic. Laat ik je 1 ding vertellen. Het moment dat jij zo'n grote bek tegen mij durft te geven, moet je niet zo meteen gaan verwachten. Ik zeg helemaal niet. De attitude wat je eraan geeft, de attitude dat je eraan geeft, Milena. Dat is die attitude waar ik verder op inga. Jij zegt tegen mij, ik kan jou binnen 3 minuten aan het huilen maken. Het moment dat je die attitude aan mij geeft, dan ga ik... Maakt mij niet uit hoe ik tegen jou ga doen, Milena. Dat maakt het mij ook niet uit hoe ik tegen jou ga doen. Prima, meid. Maar dan is het wel een actie-reactie. Je hoeft niet tegen me te gaan schreeuwen, je hoeft niet je stem te verven. Ik probeer volgens mij iets duidelijk te maken, Milena. Want ga nu niet doen of dat je nu de soort van... Hey, ik praat nu op een normale level, terwijl ik net wat feller reageerde over een Dixie-douche. Don't try me. Ik ga